Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Hi, ik ben Chantra van de Wallen en sta op de 18e plaats op de Oost-Vlaamse N-VA-lijst voor het Vlaamse parlement. Ik ben 28 jaar en voorzitter van Jong N-VA Sint-Niklaas en ben daarnaast ook gemeenteraadslid en OCMW-raadslid. Ik ben de dochter van een Vlaamse marinier en een Thaise schone en vanuit die optiek en als leerkracht Nederlands heb ik gezien hoe de Nederlandse taal je kan doen groeien als individu binnen onze maatschappij. En daarom, één mantra, stem Chantra. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik ben eigenlijk al van kleins af aan bezig met mensen helpen en om mensen te begeleiden, naar hen te luisteren. En ik heb dan ook gekozen destijds voor mijn studies als leerkracht Nederlands, om voor leerkracht Nederlands dus te gaan. Omdat ik ook jongeren wou helpen en begeleiden naar een zo rooskleurig mogelijke toekomst. Nu, toen ik op zoek ging naar een job, was er op dat moment eigenlijk een overaanbod aan leerkrachten, vooral binnen mijn vakgebieden, Nederlands en Engels, en een te lage vraag. En ik ben dan maar begonnen met met solliciteren, zoals dat iedere jongere doet. En ik ben dan uitgekomen ook op het kabinet van Defensie en Ambtenarenzaken. En ik ben daar meteen mogen starten. Bij Steven van de Putten was dat toen nog en later dus ook bij Sander Lones. Dus ik heb daar 3 jaar lang gewerkt en ik heb daar eigenlijk gezien wat hard werken is. Ze hebben hard gewerkt, ze hielden hun voetjes echt goed op de grond en ze hadden een bepaalde vastberadenheid om toch bepaalde dossiers te kunnen afwerken. En ik heb daar echt wel een voorbeeld aangenomen. En ik vond dat ook wel belangrijk. Ik heb toen vooral achter de schermen gewerkt en ik heb daar heel veel voldoening aan gehad, maar ik had toch wel het gevoel dat ik toch wel wat actiever wou worden in de lokale politiek. En dan ben ik dus in oktober begonnen met de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben daar verkozen geraakt. Daar was ik heel tevreden mee. Maar ik heb toch gemerkt dat er een aantal dingen zijn waar je lokaal toch wel het verschil kan maken, maar voor sommige dingen moet je toch een stapje hoger gaan. Vandaar mijn gooi naar een zitje in het Vlaams parlement. Welke quote heeft u gekozen? Ik vond dat een hele moeilijke, omdat er zo heel veel quotes de ronde gaan en alles heel toepasbaar is. Maar ik heb gekozen voor eentje van Confucius. Dat is een Chinese filosoof, maar ik ga het niet in Chinees doen, want mijn Chinees is niet zo goed. Ik ga het in het Nederlands doen. Die zegt, een mens heeft 2 oren en 1 mond, omdat hij 2 keer zoveel moet luisteren dan praten. Ik ben zelf een babbelaar en ik heb dat... Op een pijnlijke manier werd me dat duidelijk gemaakt tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen, tijdens de huisbezoeken. Ik vond dat heel leuk om te praten met de mensen. Ik heb dat ook heel veel gedaan, bij heel veel mensen langs geweest. Ik vind het nog leuker om naar de mensen te luisteren, maar als je zelf graag praat en als andere mensen ook heel graag praten en jij luistert graag naar die mensen, dan kan het wel eens zijn dat je zonder stem eindigt, zoals ik heb gehad na de vorige gemeenteraadsverkiezingen. En dan moest ik 2 weken zwijgen, wat ook niet zo makkelijk was, maar dan heb je natuurlijk de kans om nog meer te luisteren naar de mensen. Dat vind ik wel belangrijk, dat je luistert naar de mensen op straat en dat je hen dus probeert te vertegenwoordigen op politiek niveau dan. En een tweede misschien eventueel, dat is begonnen als grap bij ons op kantoor, want ik was op zoek naar een slogan voor mezelf, maar er rijmt niet zo heel erg veel op Chantra. En dan zijn ze maar begonnen met 1 mantra, stem Chantra, en dat doet nu de ronde op Instagram, dus dat vind ik wel fijn. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Er zijn meerdere mensen waar ik naar opkijk. Zeker bijvoorbeeld binnen de N-VA dan, Zuhal Demir. Ik vind dat echt een krachtige, sterke vrouw. Zij was, ondanks dat zij zo'n sterke vrouw is en een sterke persoonlijkheid heeft, en ook altijd zegt wat ze denkt, dat zij ze in het begin ook, dat ze het daar soms moeilijk mee had om dat te temperen, haar karakter. Maar ik vind toch dat zij een heel warme persoonlijkheid is en dat zij er ook voor gezorgd heeft dat degenen die het nodig hadden ook hulp kregen. Of dat zij daar toch haar uiterste best voor gedaan heeft. Ik denk maar aan mensen met een handicap, vrouwen. Ik neem daar een groot voorbeeld aan. En ook zeker hoe dat zij dat combineerde destijds met haar gezinsleven, met een jong kindje, een babytje. Ik vond dat wel heel fijn om te zien. Daarnaast heb je ook Asita Kanko. Dat is een
ook nog zo'n sterke vrouw die altijd goed lacht en ook hoog gehakt rondloopt en strijdt voor vrouwenrechten. Zij heeft zo een nieuw elan gegeven samen met onze andere N-VA-vrouwen aan dat nieuwe feminisme, waarbij het ook oké is om vrouwelijk te zijn, maar toch te strijden voor vrouwenrechten. En als laatste misschien mijn huidige werkgever, Annemie Chardier. Zij was lang schepen in Sint-Niklaas, is momenteel gedeputeerde in Oost-Vlaanderen en heeft al een hele lange politieke carrière achter de rug. Ik mag het misschien niet zeggen, maar ze is ondertussen denk ik al 68 jaar. Maar toch heeft ze nog steeds ambitie om het beste te doen voor de mensen. En zij komt nu ook op voor de Europese verkiezingen. Dus ook een groot voorbeeld voor mij. Wat zijn uw politieke interesses? Ik ben, dus zoals ik gezegd heb, van opleiding leerkracht. Dus onderwijs is iets wat mij sowieso interesseert. Ik heb destijds gezien, toen ik eigenlijk normaal gezien zou starten in het onderwijs, zou ook het M-decreet van start gegaan zijn. En ik vond dat op zich een mooie gedachte, maar ik vroeg me wel af of er effectief een voordeel zou zijn voor die leerlingen, buiten het feit dat ze dan... Ik vond die inclusiviteit vond ik wel een mooie gedachte, maar ik miste zo'n beetje die praktische uitwerking en de opvolging voor de leerkrachten. En ook zeker voor mij als beginnend leerkracht, ik heb daar nooit iets van gezien in mijn opleiding. En de vragen die er toen waren tijdens mijn stagemomenten, die zijn uiteindelijk ook echte problemen geworden. En ik denk niet dat die altijd zo goed opgelost worden. Hoe hard dat de mensen ook, de leerkrachten ook hun best doen, de directies hun best doen om die leerlingen een goede kans te geven om te slagen of om er het beste van te maken, denk ik dat er te weinig opvolging is op dat vlak. Dus ik vind dat wel belangrijk dat onder andere het M-decreet bijvoorbeeld eens herbekeken wordt, eventueel herzien wordt of toch op zijn minst dat er een aantal maatregelen kunnen genomen worden om leerkrachten en directies en ook de leerlingen zelf beter te ondersteunen daarin. Naast onderwijs, ik ben een grote dierenvriend. Dat is misschien een beetje een cliché, maar het is wel zo. En ik ben echt wel heel fier op wat Ben Weitz bereikt heeft eigenlijk binnen de Vlaamse overheid. Ik zou dat werk zeer graag verder zetten na mij. En om dan binnen dezelfde minister te blijven. Ben Weitz was ook bevoegd voor mobiliteit. Ook in Sint-Niklaas zijn er heel wat grootse plannen rond mobiliteit. Die ook tot op Vlaams niveau eigenlijk reiken. Er zijn nog een aantal dingen die eraan zitten te komen. En ook daar vind ik het wel belangrijk dat ik daarmee dat kan opvolgen. Ook voor Sint-Niklaas, voor het Waasland en uiteraard ook voor andere gebieden binnen Vlaanderen. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik denk dat het belangrijk is dat we ook eens kijken hoe efficiënt de verschillende niveaus zijn. Ik werk nu momenteel voor de provincie Oost-Vlaanderen. En ik denk dat we daar ook wel een beetje een voorbeeld aan kunnen nemen. De N-VA heeft daar destijds gestreden voor een afslanking, meer efficiëntie, zodat er eigenlijk meer kon gedaan worden met eventueel minder provincieraadsleden en gedeputeerden. Er zijn ook minder gedeputeerden, er zijn ook minder provincieraadsleden. En ik zie vanuit de eerste hand dat alles eigenlijk wel goed draait en goed verloopt. En op die manier kunnen we ook meer teruggeven aan de mensen. Bijvoorbeeld nu de algemene provinciebelasting voor gezinnen en ook voor bedrijven die zal dalen. En zo zijn er nog een heel aantal andere initiatieven die op die manier mogelijk gemaakt worden. Dus dat denk ik dat dat wel zeker belangrijk is. Plus, wat ik ook een hele belangrijke vind, ik vind het een beetje jammer dat we binnen Vlaanderen ons soms zo wat schamen dat we Vlaams zijn. In die zin vind ik het wel jammer of dat je nu Belgicist bent, of dat je nu separatist bent, of dat je confederalist bent. Ik vind het wel belangrijk dat je nog steeds fier bent op de streek waar je vandaan komt. Of dat dan nu het Sint-Niklaas is, het Waasland of Vlaanderen. En ik heb soms het gevoel dat de Vlaming daar nog wat beschaamd voor is. Zo een beetje. En dat vind ik wel jammer. Ik vind dat we best fier mogen zijn dat we Vlaming zijn. En het is niet omdat je voor iets bent, dat je tegen iets anders bent. Dus ik zou het wel fijn vinden moesten we daar binnen de politiek ook iets aan kunnen doen. Ook dat gevoel binnen van de mensen, een beetje meer fierheid, een beetje meer bewondering voor, dat we dat kunnen opwakkeren. En dat de mensen zonder schaamte eens een Vlaamse vlag durven buiten hangen, bijvoorbeeld. Welk voorwerp heeft u meegebracht?
Ik heb gekozen voor Bertelle. Ik heb ze ook ineens aangedaan, omdat ik de vergelijking zou willen maken met mezelf. Bertelle werden vroeger vooral gebruikt op de achtergrond om alles samen te houden, alles op te houden. Net zoals ik dus eigenlijk, want ik werkte vroeger vooral achter de schermen bij het kabinet van Defensie en Ambtenarenzaken. En sinds oktober treed ik toch meer op de voorgrond. Net zoals dat Bertelle nu terug in de mode beginnen komen en terug wat jonger en hipper zijn om te laten zien, wil ik mezelf nu ook laten zien voor het Vlaamse parlement en waag ik dus mijn kans.